Dit sprookje heet De Wolf en de Zeven Geitjes. De tekeningen zijn gemaakt door Nicole van den Hurk. En die mooie zilveren lijn heeft Marcia Mols gemaakt. Ik lees je voor waar het sprookje over gaat. Er was eens een klein geitje. Hij heette Roman. Roman wilde spelen met zijn 6 broers en zussen, maar ze vonden hem te klein. Op een dag ging moeder geit boodschappen doen. Neem je Roman mee, vroeg het oudste geitje. Anders moeten wij de hele tijd op hem passen. Nee, zei moeder geit. Het wordt tijd dat jullie zien dat Roman groot wordt. En dat was ook zo. Toen moeder geit weg was, hield Roman steeds de wolf buiten de deur. Tot hij even naar de wc moest. Toen liet het oudste geitje per ongeluk de wolf binnen.